Oké, we zien hier één gewonde liggen. Ik ga hem even kijken of ik kan assisteren. En, want ja, zoals je kan zien is er nog geen ambulancepersoneel aanwezig. We zijn aan de kant, joh. Echt neergeslagen, joh. Wie ben je neergeslagen? Meneer, bent u weer spreekbaar? Ja, hallo. Wat is er gebeurd? Ja, ik word ineens neergeslagen. U werd neergeslagen. Heeft u enig idee, identificatie van iemand? Ik denk een EPC. Goedendag, heren. Oké, vanaf nu neemt de ambulancier het over. Goedendag, meneer. Goedemiddag. Goedendag. Goedendag. Meneer. Kunt u mij horen, meneer? Dus mijn taak zit erin hier zo ver mogelijk op. Het enige wat ik nu nog kan doen is... Weet je nog wat er gebeurd is? De weg veilig afzetten. Ja, ik was aan het lopen en ik stootte per ongeluk met mijn rechterschouder tegen een NPC. En ineens begon hij mij af te stampen. Oké, duidelijk. Dan ga ik je even onderzoeken, even kijken voor eventuele wonden. Ja. Ik wil zeggen, ik heb heel veel last van mijn hoofd. Van je hoofd, ja. Daar heeft u inderdaad ook wel een ak op je hoofd, heeft u een schavel, denk ik. Daar kan ik verder niks aan doen, moet gewoon voor mij uitkijken. Schouder, moet u wel even een keer mee naar het ziekenhuis, maar ik vind het onnodig om u nou mee te nemen. Daar kan eventueel een kneuzing zitten, maar ja. Maar voor de rest ga ik u dan naar omhoog proberen te helpen. Als u dan verder klachten heeft, moet u het maar even zeggen. Dan moet u naar het ziekenhuis komen, daar helpen we je daar verder. Kijk eens meneer, hoe voelt u nu? Maar een stukje beter, maar ik heb een beetje pijn aan mijn knie, meneer. Beetje pijn aan de knie. Ja. Ja, is goed. Ik zal er even naar kijken, meneer. Ja. Ja, er zit inderdaad een wond. Best wel diep snee zit erin. Die ga ik nu even afdekken bij je meneer. Dat er geen vuil kan komen, want als er vuil kan komen, ontsteekt het. Best. Kijk eens aan, ik heb het even afgedekt. U moet daar wel voor naar het ziekenhuis komen een keer. Als u het... Als u nog meer last van krijgt. Tot nu toe is het goed. Als u het goed schoon blijft houden, dan kan het niet ontsteken. Dan is er verder niks aan de hand, meneer. Oké, dank u wel, meneer. Hetzelfde, fijne dag nog. Fijne dag, heren. Zo, de situatie is opgelost. Goeiedag. Eens wat we nu nog even hoeven te doen, is even alles netjes opruimen. En vervolgens gaan we verder en kijken waar we nog meer in terecht gaan komen. Oké, we zijn onderweg met een spoedmelding, aanrijding met letsel, echt, geloof het of niet, naast het politiebureau. Dus we gaan kijken hoe of wat en wat we daar aantreffen. Ik ben benieuwd. Oké, één persoon aangetroffen op de stoep. En de knallen die je hoort op de achtergrond is het vuur. Hallo? Goedemiddag meneer, wat is er gebeurd? Ja, ziet u de auto bij de police department? Ja. Die reed op hoge snelheid op mij af en een andere medeagent. Hij reed mij over en toen ging hij naar de politie department en reed hij een agent over. En waar is de bestuurder nu? Ja, hij is groen. Ik weet niet, hij is ineens weg. Oké, ik ga even kijken of u in orde bent en dan help ik u overeind. Ja, is goed. Heeft u nog ergens last? Nee, niet zo, maar ik bloed wel.
Attentie Hugo. Ja. Ik heb hier een speler die is bewusteloos en ik kan hem niet reanimeren. Ja, dat kan niet dan. Dat is echt kloten. Dan moet je vragen of Steven kan helpen. Bent u er nog? Ja. Oké, heel even out of roleplay. Ik zie dat jij bewusteloos bent, dus ik kan in deze niks voor jou betekenen. Ja, is goed. Ik kan je als politie zeggen niet overeind helpen als jij bewusteloos bent. Gaat er nou een timer af in jouw beeld of niet? Ja, over 10 minuten en 6 seconden. Oké, ja, het is vervelend. We hebben dan nou geen ambulancepersoneel online. En ik kan jou niet revive op deze manier. Dus je zult helaas moeten wachten. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als ik dood ben dan? Dan teleporteer jij naar het ziekenhuis. Oké, okay, zo erg is ook weer niet. Nee. Nope. Goed, dan ga ik je een fijne dag wensen, ondanks dit, en dan spreken we elkaar alweer. Ik ook. Yo. Nou hebben we één ding opgelost. Het enige wat we nou nog moeten doen is eventjes de auto veiligstellen en zorgen dat die weg is bij het politiebureau. Dus dat gaan we nou even doen. Ja jongens, soms is dat, dan kun je gewoon niks doen als politie. Als er iemand echt bewusteloos is, dan is het helaas de taak van de ambulance om het op te lossen. Wat we nog wel eventjes gaan doen is, we gaan deze wagen eventjes veilig DV'en. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan eerst even kijken of dat iemand van de AWB online is. Kijk, we kunnen de AWB even bellen. Nou hoor ik in de verte al sirenes. Ik weet niet of daar extra hulpdiensten zijn die nou onderweg zijn. Of dat er iets anders aan de hand is, maar dat gaan we zo meteen wel even meemaken. Ik hoop in ieder geval dat de AWB er snel is. Wat we nu gaan doen is, ik zet even deze politiewagen in zijn achteruit. Even ruimte maken voor de AWB die deze wagen moet gaan meeslepen. Zo doen we even de gevarenlichten bovenaan op de politiewagen. En gaan we natuurlijk even de weg afzetten met een barrière. Of twee, denk ik. Ik denk dat twee al voldoende is. Hey, daar heb je de AWB al. Met sirene. Ik denk niet dat dat helemaal de bedoeling is. Maar dan moeten we op een andere keer even uitzoeken. We gaan eens even kijken hoe die deze gaat meenemen. Hallo meneer. Een hele goede middag. Daar zijn wat we weer. Wat is u van mijn sirene? Ja, die was wel te horen, ja. Ja, hè? Dan zijn we net achtergekomen dat die er ook op zit. Ja, dat wist ik niet. Nee, ik ook niet. We moeten alleen even controleren of dat wel is toegestaan, want daar durf ik zo even geen uitspraak over te doen. Maar mijn broer komt eraan met de flatbed. Dat is helemaal prima. Oh, daar is hij al volgens mij. Ja. Ik denk dat je even ruimte moet gaan maken. Deze mooie bord. Oh, dat gaat niet helemaal goed. Goedendag meneer. Een hele goede middag. Goedemiddag. Ik kreeg een melding, deze grijze auto die weggesleept moest worden. Ja, inderdaad. De bestuurder is op de vlucht geslagen. We zijn momenteel nog aan het zoeken naar waar deze persoon zich bevindt. Maar zoals je kan zien heeft hij hier de zijkant van de trap weten te raken. En hij is een beetje onbestuurbaar geworden. Dus dan gaan we hem maar eens even proberen dat hem aan de praat te krijgen. Dat lijkt me een heel strak plan.
Maar hoe gaat het nu met u? Is het een beetje rustig zo op nieuwjaarsdag? Ja, veel vuurwerk, hè? Ja, ik hoor het. Ik hoor het overal klappen hier. Ja. Ik hoor ze hier ook in de buurt. Lekker, man. En dan vooral in andere steden hoor ik ze. Ja, inderdaad. Bij mij in de stad gaat het ook flink tekeer. Ja, dat kan kloppen. Mijn voertuig staat weer op. Ja, helemaal prima. Oké, dus voertuig staat er, waar kan ik hem naartoe brengen? Moet hij nog voor onderzoek naar het politiebureau of kan ik gewoon naar de inbouw brengen? We zijn al bij het politiebureau, ja. Ja, ik bedoel het hoofdbureau in de stad van bij de politie. Ja. Ja, zet hem maar op het hoofdbureau neer, dan rij ik achter jullie aan en dan gaan we even onderzoek plegen. Oké, prima. Zo, we gaan nu terug naar het hoofdbureau. Wat ik nog wel even moet doen is even de barrières die opgewaaid zijn eventjes opruimen natuurlijk. Zowel ze veilig op het wegdek. Hallo. Ik ben ook lekker op onderzoek. Gezellig, want we zijn nou onderweg met een wagen die door de wegenwacht wordt verplaatst. En er is een ongeval mee gebeurd. Dan gaan we even kijken van wie deze wagen is. Kan ik daar nog iets in betekenen? Weet niet. Oké. Ik heb wachten. Ik leg het pas hier. Dat is goed, hè. Hey, sinds wanneer zit er een sirene op die wegenwachtbus? Zit die er? Ja. Dat is niet. Wacht, rijden jullie nu richting de AMB? Ja, we staan zeg maar bij Leicester daar, bij die P&Spray-shop daar. Ja. We rijden dadelijk over de brug bij het hoofdbureau. Oh, ik zie je rijden. Jullie gaan langs het hoofdbureau, ja? Ja, we rijden zo meteen over de brug. Ja. Je pakt niet de volgende brug? Nee, die grote brug. Ja, maar er zijn twee grote bruggen naast elkaar. Ja, die tegen de parkeerplaats bij het politiebureau zit. Je weet natuurlijk niet welke kant hij gaat, of staat hij al ingevoegd? Nou, we staan nou bijna bij het hoofdbureau. Ah, ja, ik zie je. Zal ik aansluiten? Ja. Ik heb gezegd dat ze hem hier maar op het bureau moeten parkeren en dan gaan we even kijken. Oh, ik dacht, jullie gaan naar de ANWB. Nee. Ik dacht, ik doe even spectaculair blokkeer even de weg, maar dan gaat hij niet rijden. Ja. De bitch! Doe jij nou? Ik heb geen idee wat hij aan het doen is, maar... Ik denk dat hij hem op binnenterrein gaat zetten. Kan hij hem openmaken? Dat weet ik eigenlijk niet. Meneer Tech wilt niet open. Oh, bij mij is die wel open. Oh, kut, verkeerd knop. Kunt u hem even open doen? Bij mij is die wel open. Bij mij niet. Anders zet ik hem hier wel even voor het hek neer. Ja, ik wou net zeggen, zet hem maar gewoon voor het hek neer, dan lossen wij het wel op. Ja, prima.
Oh. Ik zeg zo, ja, dat ging niet helemaal goed, maar... Zeg ze, ja, we komen. Ah, hij staat. Hij was toch wel kapot. Hij kan eigenlijk gewoon niet meer achter hem staan. Ja, zet hem op de binnenplaats neer. Goed, heren, bedankt voor... Oh. Heren, bedankt voor de medewerking. Ja, alsjeblieft. En dan wens ik u veilige kilometers. Houdoe. Ja, dat bedoel ik. Wat wil je schatten met doen? Wat de fuck gebeurt hier? Oh, je kan ook brandweer zien en zo, dat is sick. Ja, en, gelukkig niet die stink AMB die erin zit. Nee. En je kan ook, als je over je naam ziet, gaat, dan zie je ook een rondje met een streepje, dan kan je jezelf aan. Ja, maar stel ik doe nu, ik zeg nu, oh, ik kan nu niet met iemand meerijden ofzo. Dan moet dan iemand anders op mijn naam klikken. Ja, precies. Want er is niemand anders in, klopt, dat is goed. Dat zijn Hugo nog eens in. En wanneer gaan we over op Teamspeak? Niet, denk ik. Waarom niet? Waarom wel? Als er een OC is, die kan veel beter met Teamspeak werken. Nee. Oh, wat de fuck gebeurt hier met dat vuurwerk? Hé, hey, kom even naar het Blokkenpark, jongens. Ja, dat is stevig. Maar het mag, want het is na 6 uur kost. Het was net 3 voor 6, toen heb ik op hem zitten zeiken dat het vroeg was. Probeer eens gewoon te reloggen anders. Want ik kan ook niks anders meer doen dan dit, dat ik net heb gedaan. Oh ja, ja. Oké, ik ben zo terug. Oh, ik word geloofd. Goedendag. Goedendag, wat is hier aan de hand? Deze persoon in de winkel is blijkbaar neergeslaan met een hard voorwerp op zijn hoofd. Enige verdachte? Hij is... groep van een persoon met zwart haar en een oranje t-shirt. Zwart haar, oranje t-shirt. Ik weet niet of dat het klopt, want hij had een zware voorwerp op zijn hoofd gehad. Dus. Heeft hij ook een voertuigomschrijving? Nee, dat weet ik niet. Als ik er was een verdachte al weg. En dat was de enige persoon die hier stond. Oké, dankjewel. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Bent u getuige geweest van dit? Nou, ik was eventjes rond aan het lopen en toen zag ik die man op de grond liggen. U was eventjes rondjes aan het lopen? Ja, nou ja, ik was met hem en ik was stolen voertuig. Heel ver weg aan het lopen en in één keer zag ik hem op de grond liggen. Op af. U heeft verder niet gezien van een verdachte met een wagen of iets? Mag ik daar naartoe gaan? Niet dat ik me kan herinneren, nee. Oké, dan weten wij voldoende. Dankjewel. Oké. Verbeek. Je weet zijn naam niet, wat is zijn naam? Ja, Verbeek. Bye. Heb je mij nog nodig? Nee. Waar is dat gestolen voertuig? Iets van de locatie? Oké, dus het werkt? Oké. Als het goed is al, ja. Oké. Okay. Deze agent. Bedankt. Ben hier even. Agent, dit is de hoogte van de man. Oh. Dat gaat niet helemaal goed volgens mij hier. Nee, dat denk ik ook niet. Wil je dat even kijken? Juist hem. Ja, oké. Bedankt. Alsjeblieft. Ja, je kunt even anders je verhaal aan de agent vertellen. Oh ja, is goed. Ik ben ik was in de winkel en ik stond bij dat blauwe dingetje daar. Ik wou wat eten gaan halen. Maar toen kwam ineens een
een man eraan, die had zwart haar, een oranje shirt en een blauwe spijkerbroek. En die, ja, die sloeg mij neer. En die rende weg en die, ja, sindsdien weet ik niks meer. Maar toen lag ik op de grond. Oké, dus even voor mij... Oké, dus even voor mij, zwart haar, oranje shirt en blauwe... Blauwe spijkerbroek. En u heeft jou geslagen met een zwaar voorwerp. Wat zei u? En die heeft jou geslagen met een zwaar voorwerp. Nee, gewoon met de hand. Met de hand, oké. Heeft u ook iets van een voertuig omschrijving voor mij of niet? Nee, dat zag ik niet. Oké, dan gaan wij uitkijken naar deze man. En mochten wij meer weten, dan laat het je weten. Is goed. Ja? Bedankt. Oké, fijne dag. U ook. Oké, het enige wat ik nou nog even ga doen is, ik ga even de auto veilig parkeren. En dan ga ik even een burgerwet alert de wereld in helpen. Dan kan iedereen uitkijken naar deze persoon die we momenteel gaan zoeken. Hopelijk gaan we hem vinden. Wie weet. Moet wel omrijden. Ik ga jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Voor het liken en het abonneren. Tot de volgende keer. En laat in de comments weten wat ik moet doen, hè. Laat het weten. Boefje, politie, laat het weten. En dan zie ik jullie de volgende keer. Hoi hoi.